eerste Amsterdammers gingen wonen aan de monding van de rivier de Amstel. Het was een goede uitvalsbasis voor de visserij en voor de handel. Op de plek waar nu het Centraal Station op een kunstmatig eiland ligt, daar lag vroeger de oude haven van Amsterdam. Daar gingen dus de schepen voor anker. Van daaruit vertrokken de eerste schepen naar Indië en werden ze bij terugkomst weer feestelijk onthaald. Toen ruim 100 jaar geleden het Centraal Station op deze plek werd gebouwd, verplaatste de haven zich naar het oosten en het westen. Het oostelijk en westelijk havengebied. Rond 1900 ging het goed met Amsterdam. Deze periode wordt dan ook wel de Tweede Gouden Eeuw genoemd. De stad werd verfraaid met indrukwekkende gebouwen zoals het Rijksmuseum en het Centraal Station. Aan de basis van deze economische groei lag de haven van Amsterdam, die zich op dat moment sterk ontwikkelde. De haven kreeg een enorme impuls door het graven van het Noordzeekanaal, waardoor een directe verbinding met de Noordzee kwam. Het nieuwe Amsterdam-Rijnkanaal maakte het binnenland beter bereikbaar. De Amsterdamse haven draaide op volle toeren. Naast Rotterdam werd Amsterdam de belangrijkste haven van Nederland. In 1902 vestigde de Koninklijke Nederlandse Stoombootmaatschappij zich op dit eiland in het oostelijk havengebied. Dat vanaf dat moment het KNSM-eiland heette. Het stond hier vol met werven, kranen, loodsen. Schepen die voeren af en aan om hun lading te lossen. Het stond vol met kratten en balen. De trots van de KNSM-werf was de kantine. Deze stond op palen, zodat je er met je kar toch goed onderdoor kon rijden. 1500 havenarbeiders konden tegelijkertijd eten in die kantine. In de jaren 70 verliet de KNSM het KNSM-eiland, omdat de havenactiviteiten zich steeds meer bundelden in het westelijk havengebied. Het eiland werd toen overgenomen door drugsverslaafden, daklozen, kermisklanten. Het werd er eigenlijk een soort vrijstaat. En dit duurde tot 1989. Toen veegde de stad van de ene op de andere dag het eiland schoon, omdat ze woningen op het eiland wilden bouwen. Deze woningen die zijn inmiddels wereldberoemd. Mensen komen van heinde en verre om deze moderne architectuur te bekijken.